Ja? Okay. Meneer Rinkens, dat was de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Wat had u ervan verwacht? Als ik heel eerlijk ben, voelde ik wel aankomen dat de focus wat meer op de na-competitie ligt. Maar tegelijkertijd, ja, is toch teleurstellend. Je wilt toch thuis je wedstrijden winnen. En dat is vanavond niet gelukt en dat hebben we met z'n allen niet gedaan. Ja, wat verwacht u van de na-competitie? Ja, kijk, tot nu toe hebben wij de resultaten behaald vanwege het feit dat we als team, zowel bestuur en management en iedereen, net een stapje harder loopt voor elkaar. En dat heeft erin geresulteerd dat we die na-competitie hebben gehaald. En ik ben ervan overtuigd dat we er dan weer staan. En dat moet de kracht ook zijn van ons als collectief. En zo gaan we het ook aanpakken. Ja, april was MV-maand. Wat vond je ervan? Hoe is het gegaan? Ja, nou, we hebben het allemaal met heel veel enthousiasme gedaan. Dus het was erg leuk om te doen. We hebben heel veel goede respons gehad. We hebben gisteren de hele dag de belactie gedaan om winkeliers donateur te laten worden. Nou, daar hebben we bijna onze doelstelling behaald als budget. Dus ja, al met al zijn we daar erg tevreden over. De actie van voor de wedstrijd van Veers in NV, wat vond u daarvan? Ja, prachtig. Prachtig. Wij als bestuur zijn überhaupt trots op alles wat dit jaar gebeurt. Hè. En dat is ook het enige wat wij als MVV de komende jaren kunnen en moeten blijven doen. Dat is met z'n allen op basis van enthousiasme proberen resultaten te bereiken en kwaliteit te verhogen. En als je dan ziet wat de supportersclub voor een werk heeft gehad, met welk enthousiasme ze dat doen, dan kun je daar als bestuur alleen maar trots op zijn. Ja, MVV is in de categorie 2, wanneer verwacht je naar categorie 1 te gaan? Nou ja, onze planning is dat we toch gaan proberen dit jaar zelfs te eindigen met een positief resultaat. En dat betekent dat we afscheid hebben kunnen nemen van alle claims die er lagen, dat we iedereen betaald hebben. En dat betekent dat we komend seizoen voor een betere begroting kunnen gaan dan dit seizoen. En dat moet resulteren in de volgende stap. Ja, René Trosk is genomineerd voor trainer van het jaar, de Rinus Michels Award. Wat vindt hij daarvan? Ja, ook daar weer ongelooflijk. Ik bedoel, als je kijkt hoe we met z'n allen begonnen in juni, dat we nog niet eens een trainer hadden en dat je toch je geduld blijft bewaren en zoekt naar de juiste persoon die bij MVV past, zoals we op dit moment MVV zijn. Ja, dan is dat een geweldig compliment voor René en zijn assistent-trainers en de verzorging eromheen. Want we doen het met z'n allen. En voor René vind ik het fantastisch. Hij is een bijzonder mens en ik gun het hem ook van harte. Oké, dankjewel en succes verder met na-competitie en volgende week bij Sparta. Ja, we zullen er weer zijn, dus misschien zien we elkaar. Dag. Komt goed.